Normaal hebben we een hele feestelijke presentatie van Helden. Maar vanochtend bereikt ons het bericht dat de vrouw van Patrick Lodewijks vanochtend verongelukt is. En Patrick Lodewijks is niet alleen de keeperstrainer van het Nederlands elftal en van Feyenoord, maar ook een goede vriend van Ruud van Nistelrooy. Ruud leerde hem al heel lang geleden kennen. Ook Barbara kende hem goed. Lucas Tanjos heeft met hem gewerkt. En dat heeft ervoor gezorgd dat het geen groot feest is vandaag. Dat we een hele sobere presentatie hebben van de nieuwe helden. Ja, voor ons allemaal een vreselijke klap. Maar ook twee mensen die in ons blad staan, Ruud van Nistelrooy en Lucas Tanjos, hebben met Patrick Lodewijks gewerkt. Ruud is bevriend met de familie. Ja, de dag begon eigenlijk heel goed. Op weg hier naartoe. Prachtig blad. Dat verschijnt met mooie verhalen over mensen met dromen en idealen. En dan krijg je een telefoontje dat een vrouw die midden in het leven staat, van in de 40, met 3 dochters, verongelukt is. Dan doet dat pijn. Pijn voor de familie natuurlijk. De 3 meiden van begin 20. Patrick, die de liefde van zijn leven verliest. Ja. Great. Maar Luc, ik wil jou even ook naar voren vragen. Als je tussen ons in wil staan. Ja, dit zijn niet de makkelijkste vragen. Maar jij hoorde dit net en toen was je meteen helemaal stuk. Ja, ik ken Patrick van mijn Feyenoordtijd en hij was keeperstrainer toen. En een man die altijd wou winnen en gretig was. En ik merkte ook heel snel dat hij echt een familieman was. En het is vreselijk wat er is gebeurd. En dan telt voetbal niet meer.